David Guetta hoeft niet allerlei posts de hele tijd te verkopen. Dat levert niet meer op dan het doen van optredens. Ze is oprichter van Media Nanny, een bureau dat artiesten managt en begeleidt, zoals Martin Garrix en David Guetta. Maar daarnaast ook nog veel andere klanten begeleiden op het gebied van PR, media, events en management. En ze is mijn gast, José Woldering. Welkom, José. Dank je wel. Om te beginnen is met het, ik noem het maar even artiestenmanagement, wat je doet. Waar liggen de grenzen van dat vakgebied? Wat doe je wel en wat doe je niet? Ja, in mijn geval is het voornamelijk PR-management. Ja. Dus alle zakelijke dingen hoef ik gelukkig niet te doen. Dus niet het businessmanagement, ook niet het musicmanagement. En dan in onze industrie heb je dan ook nog het day-to-day-management. Dus er zijn heel veel managers rondom een artiest. En ja, mijn vakgebied ligt dan echt PR en media dus. Alle media en, ja, en marketing. Ja. Ook wel een stukje social media. En dat doen we dan dus voor artiesten, maar ook voor merken, evenementen. Laten we beginnen met pak even toch het stokpaardje van Martin Garrix. Hoe ziet zo'n team er dan uit? Hoe structureer je zo'n project, Martijn, zeg maar? Nou, dat is niet een project, want hij is natuurlijk het talent. Ja. En de mensen om hem heen faciliteren eigenlijk wat hij wil. Dus hij heeft de hele... Werkt het zo, ja? Ja, zeker. Hij heeft een visie. Hij maakt de muziek die hij wil maken. En hij kiest de personen om zich heen die hij in zijn team wil hebben. Waar hij een goed gevoel bij heeft en die de juiste kennis hebben. En dat is dus van een aantal managers. Maar ik zeg altijd, zeker in zijn geval, is maar één iemand die hem managt. En dat is hij zelf. En hoe vul jij zo'n PR-media-strategie in van zo'n artiest? Ja, dat ligt dus echt, dat verschilt onwijs aan welke artiest. Ja. David Guetta bijvoorbeeld heeft een hele andere strategie dan iemand als Joris Voorn. Waar verschillen die dan in? In welke media, wat voor imago, wat ze willen uitstralen, waar ze voor staan. De een heeft iets meer een niche in de underground scene. Dus die zullen wat minder snel aanschuiven bij een commerciële tv-zender. Ja, precies. Dus daar denken we in mee. En dan ook natuurlijk de timing en wanneer is een goed moment om waar te zitten. En hoe moeten dingen eruit zien en de flyers die je overal ziet hangen. Ik ken natuurlijk ook PR-managers van bedrijven en die moeten soms wel eens leuren om het verhaal kwijt te kunnen. Dat probleem heb jij niet, hè, denk ik? Ja, zeker wel. Ja, echt? Ja, zeker. Ook het is niet zo dat alle media aan je deur loopt te kloppen en dat je kan pick and choose? Nee, want als dat het zou zijn, dan word ik ook wel wat vervangbaarder. Ja. Want het gaat er natuurlijk om dat ik juist achter de dingen aanga die niet vanzelf binnenkomen. En dat is zeker voor de wat jongere opkomende talenten of nieuwe merken. Ja, daar staat nog niemand om te springen. Maar ook bij een David Guetta, als hij op de cover van de Esquire in Spanje wil. Het is niet dat die daar zelf misschien al over nagedacht hebben. Dus dan gaan we daar toch zelf achteraan. Want hoe groot is Media Nanny, de Media Nanny nu? We hebben 20 mensen in dienst. Ja. Lekker te managen. Top. Nou, ze zeggen wel eens, ik wens je veel personeel. Herkenbare uitspraak. Ja. Nee, ik vind het hartstikke heel fijn om zo'n groot team. Dat kon ook niet meer anders, hè, want het aantal artiesten en klanten werd steeds meer. Maar soms verlang ik ook nog wel weer terug dat ik in mijn eentje de laptop aan mijn bureautje zat te werken. En je zelf kon doen precies hetzelfde wat jij wil. Ja, nou, dat kan ik nog steeds wel doen, maar nu moet ik ook... Kun je delegeren? Ja, inmiddels wel, maar dat heb ik ook moeten leren. Ik heb ook geen opleiding business management gedaan. Dus ik heb ook in de praktijk alles moeten leren. Ja. Wat mij opviel op jullie homepage, dat het een hele vrouwelijke crew is. Ja, extreem. Ja, hoe kan dat? Nou, ik denk enerzijds door de naam van het bedrijf. Ja, trekt toch veel meer vrouwen aan. Ja. En PR-werk aan zich is ook wel een iets vrouwelijker beroep in de praktijk. Dat hoeft helemaal niet, want ik heb net zoveel goede mannelijke PR-managers gehad als vrouwelijke. Maar op de een of andere manier is altijd 90% van de aanmeldingen zijn vrouw. Toevallig hebben we net een jongen aangenomen. Dus de balans mag weer iets meer terugkomen. Ja, ja, ja. Voor wie werk je nog meer? Want je bent natuurlijk met name in de spotlights vanwege de Garrix en de Guetta's. Maar je doet veel meer dan dat als bureau. Ja. Noem eens wat, in een hele andere hoek. We doen ook hospitality. Dus we hebben bijvoorbeeld de Entourage Group. Zij hebben merken zoals Mr. Porter, de Dutchess, Butcher, heel veel restaurants en horeca. En wat doe je dan precies? Wij doen ook al het PR en veel marketing. Dat is wel iets anders, omdat je
een merk wat minder snel free publicity voor kan krijgen dan een artiest. Zeker in die hoek. Dus meestal is het een combinatie met marketing en soms ook een stukje advertising. Maar het is heel leuk om vooral met... Dit zijn mensen waar ik heel graag mee samenwerk, omdat die staan open voor heel veel creatieve ideeën. Want ik zeg ook van ja, een persbericht uitsturen kunnen we allemaal. Ja. We moeten natuurlijk proberen om de leukste ideeën uit de mouwen te schudden. Ja. Nou ja, Luxury, dat is de voorheen de Millionaire's Fair. Daar werken wij voor. Dus dat is even iets heel anders. Maar ook festivals. We hebben een heel groot festival in Roemenië. Dat is een soort Tomorrowland, maar dan in Roemenië. Untold heet het. En dat is ook heel gaaf. Want dat is natuurlijk heel anders, omdat je daar helemaal naartoe werkt een jaar lang. En dan in één weekend moet het allemaal toch tot leven komen. Nou, en dan hebben we dus nu het creatieve broertje van de Media Nanny. Brandfather. De Brandfather. Ja, door je broer Rick, toch? Tenminste, die is ja, dus, ja, Rick die werkte eerst bij mij als werknemer. En toen hadden we dit idee al binnen de Media Nanny. Eigenlijk deden we al meer commerciële deals. Dus in plaats van PR, marketing voor artiesten, is het de andere kant op. Dus voor merken die iets met de muziekindustrie willen, kunnen wij ook heel goed op adviseren. Is het altijd merken die je dan koppelt aan, zeg maar de DJ's, nee, de artiesten die je in je stal hebt? Nee, het is natuurlijk, proberen we wel ook voor die artiesten mee te kijken of er een koppeling te maken is met de merken waar we dan in gesprek mee zijn. Maar als het geen match is, het moet niet... De domme winkel neer. Nee, absoluut. Maar wat doet Brandfather precies dan? Wat doet hij met merken? Het is een creative agency. En dus, een bureau. Ja. En eigenlijk bedienen wij dus merken en partijen die iets in de muziekindustrie willen doen. En we hebben gemerkt dat heel veel grote reclamebureaus niet per se de expertise en het netwerk hebben die wij dan hebben opgebouwd. Hè, door de jaren aan de andere kant te hebben gewerkt. Interessant. En wat ik heel vaak merkte is dat een merk bij mij kwam en zegt... Oh ja, we willen met de nummer 1 DJ... We willen iets met een DJ doen, dus doe maar de nummer 1. Oh ja, dan kwam je heel snel uit bij Martin Garrix. Maar dat je gewoon erachter kwam dat ze helemaal geen research hadden gedaan over de doelgroep en waar hij voor staat. En dat er eigenlijk bij de eerste mailcontact mensen... Oh ja, dan kan hij 6 keer komen optreden. En dit helemaal niet over nadachten van hoe dat er eigenlijk in de praktijk uit zou kunnen zien. En dat het dus helemaal geen match was. Nee. Wat ik heel zonde vond. Ja. En toen adviseerden wij al wel vaker van... Nou, als het budget zo is en de doelgroep dat. En het idee wat wij dan hebben... Dat zou veel beter bij zo'n artiest passen. Of misschien moet je wel met een festival samenwerken. Of met iets anders in de muziek. En zo ontstond eigenlijk... Vanuit de vraag, vanuit veel partijen... En wat voor noemenspaar klanten waar je al mee werkt dan? Waar hebben we het dan over? Nou, Axe, de bodyspray. Die hebben een platform Axe Music. Waar toevallig Martin Garrix ook ambassadeur van is. Of het gezicht. Maar die doen een hele hoop meer door het hele jaar heen, in verschillende territoria. Dus wij doen een gedeelte van Europa, waaronder Nederland, Spanje, Frankrijk. En dan doen we dan activaties. Dus we hebben een aantal dingen tijdens festivals gedaan. Ook tijdens Amsterdam Dance Event. Wij werken ook voor Ushuaia, dat is een club op Ibiza. Dus naast de PR denken we daar ook mee naar wat voor partnerships zij kunnen doen met merken. Als we kijken naar die artiesten, die hebben waanzinnig veel invloed, hè? Ik las laatst dat Ronaldo doet, geloof ik, 1 miljoen per endorsement, geloof ik. Dus per posting op Insta. Laat het 500.000 tot 1 miljoen zijn. Dan is Garrix nog maar een kleintje. Want ik heb even gekeken, maar die heeft, geloof ik, 17 miljoen of zo. Ja, maar de aantal volgers zegt niet zo heel veel, hoor. Het is het engagement met name. Ja, engagement en ook de waarde van je doelgroep. Ja. En dat is bij de één veel waardevoller, omdat het of commerciëler is of in bepaalde gebieden. Maar hoe belangrijk is het in PR en media? Hoeveel geld wordt er ook verdiend met social? Genoeg natuurlijk. Het is voor heel veel mensen een groot verdienmodel. Maar voor de meeste artiesten waar wij voor werken... die verdienen meer met het doen van optredens en hun muziekcarrière. Laat ik het zo zeggen... David Guetta hoeft niet allerlei posts de hele tijd te verkopen. Dat levert niet meer op dan het doen van optredens. Nee, laten we eens denken in kansen. Want ik kwam toevallig in de research naar hier. Toen zag ik dan een beetje, wat ik geloof dat het was, over Ronaldo las ik ergens. En Kim Kardashian, die dan ook 150 miljoen... En toen kwam ik eens op de Ronaldo's een timeline. Kom ik niet elke dag. Nee. Zijn laatste post was echt letterlijk gewoon shampoo. Ja. Zo, letterlijk, zo'n packshot. Ik geloof Clean heette het, als ik niet vergis. Dus dat werkt dan wel.
En met daarnaast een dame van dat shampoo-merk. Ja, ja, ja. En je zag ook hoe ze dat follow-upte op de site. En, ja, 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 ja. En toen dacht ik, oké, okay, die hebben dus gewoon, weet ik veel, 500.000 tot 1 miljoen ergens, hebben die gewoon afgetikt. Ja, en dan is het erger dat ze dus zo'n slechte foto laten posten. Ik zou dan zeggen, een soort amateur-polaroidje. Ja. Zet hem dan onder de douche of zo en een fotograaf. Ja, weet precies. Ik veel. Whatever. Ja, ja, dat is eigenlijk wat we met de brand vader doen. Ja, ja, ja. Dat er wel goed uitziet. Ja. Maar wat ik toen dacht ik, okay, ik ben het met je eens. Ik denk van, Ronaldo, gast, waarom doe je dit? Ja. Weet je wel? Ja, ik snap het wel, maar dan, ja, okay, het geld is op een gegeven moment toch genoeg, volgens mij. Ja. Maar als ik het dus omdraai, en dat is een beetje de vraag die ik aan jou zou willen stellen, is van, wat zouden artiesten kunnen doen om de wereld mooier te maken met hun invloed? Of is dat niet de taak van een artiest? Doen ze natuurlijk al. Ja, ik wou zeggen, ze maken de wereld al mooi met hun muziek of het product. Wat ze... Maar ze kunnen veel meer doen nog met hun invloed. Ja, ik denk dat het wel echt afhankelijk is van waar je voor staat. En wij werken bijvoorbeeld samen met een hele grote influencer, Gianluca Vacchi. Een Italiaanse man van 51 al. En die heeft jarenlang, is hij heel succesvol zakenman, nog steeds. Maar heeft toen gedeelte van zijn aandelen verkocht en is wel een beetje de rich life gaan leiden en is dat gaan laten zien op Instagram. Ja. En als je dat ziet, denk je echt van, wat is dit voor een gast? Maar als je zijn filosofie daarachter, van, nou, waarom deel je dit allemaal met dansen en met vrouwen? En het is allemaal heel extravagant. Ziet er belachelijk goed uit voor 51 of zo. Ja, zeker. Maar als je dan hoort, als je hem dan een interview, een beetje het verhaal erachter, zeg je, ja, ik wil graag wel mensen inspireren met, hè, dat je echt wel moet genieten van het leven. Hè? Want ik heb ook tot mijn 46ste knijterhard gewerkt. Mm. Altijd elke dag in een pak naar mijn werk en met allemaal andere pakken rondom een tafel. En hij inspireert heel veel mensen. Er zijn echt mensen die zien hem echt als een voorbeeld. En ik denk wel dus het zijn van een rolmodel, een voorbeeld, dat belangrijk is, dat we dat nodig hebben. Dat is ook iets, hè, als je het hebt over diversity, dat eigenlijk meer vrouwelijke DJ's moeten komen als rolmodel, hè, zodat er nog meer. Maar tegelijkertijd, kun je ook zeggen wat jij nu schetst. Daar zit ook weer een risico in dat role model best, maar het zijn ook vaak best wel onhaalbaar. Het is niet voor iedereen weggelegd. Dus je hebt natuurlijk ook het probleem dat veel jonge gasten zich profileren met een Garrix, met zijn waanzinnig schijnbaar mooie leven. Want je ja, maar dat heeft hij ook ooit gedaan, hè? Eens. Hij was Tiësto, dat was zijn droom. Ja. En dat is dit is ook iemand die uit een Hollands gezin op zijn zolderkamertje muziek ging maken. Ja, maar feit is natuurlijk dat 90% van de jonge gasten het niet zal... Nee, alleen als we dat als uitgangspunt nemen, ik vind wel dat je altijd moet blijven dromen. Zo is het ook weer. En ik vind wel uiteindelijk dat, als je het hebt over Kim Kardashian en mensen die zich wat meer uitspreken over politiek of het klimaat, hè, dat is heel goed. Ja. En ik vind ook dat als je daar een stem in hebt en zoveel volgers hebt, dat je echt wel een verschil kunt maken. Ja. En ik vind... Alleen het moet wel authentiek zijn en niet over gaan schreeuwen dat we zo goed ergens mee bezig zijn om maar een soort zelf een schouderklopje... Ja, en geen greenwashing. En denk jij dat zij de nieuwe politici worden? Ik las een socioloog vorige week die zei dat Kim Kardashian de volgende president gaat worden. En toen ik het las, dacht ik, fuck it, dat gaat gebeuren ook. Nou ja, in Amerika geloof ik dat wel. Ja. Maar zij is wel dus... Zij heeft nu ook een studie gedaan, hè? Zij is daar volgens mij echt actief met haar bereik en haar macht. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat haar bereik is gigantisch. Het bereik is wel zo groot dat ook de helft ervan wat minder tastbaar is dan de andere helft. Mm. Kijk, dit zijn ook... Wij zien hun natuurlijk voorbij komen als mensen in de media. Maar dit zijn natuurlijk gewoon ondernemers. Ja. En die hele familie heeft dat en haar man heeft dat. Ja. Ik ken haar niet goed genoeg om in te schatten of hij nou ambitie heeft president, Amerika te gaan redden. Oh. En Garrix voor president in de Nederland dan, zeg maar? Of is dat niet zijn ambitie? Nou, ik denk dat die het goed zou doen, maar ik denk niet dat het zijn ambitie is. Was jouw ambitie voor de komende, pak hem eens beet, hoe ver kijk jij vooruit? Nooit vooruit gekeken. Nee. En nu is 10 jaar wel een beetje een milestone. Oh, dat is wel meteen heel ver vooruit. Nou nee, de afgelopen 10 jaar. Ah, okay. En dus nu na 10 jaar heb ik als iets, misschien moet ik daar een keer over na gaan denken. Maar je hebt het eigenlijk nog niet gedaan. Nee, nou, ik in die zin wel. Ik heb vooral op persoonlijk vlak heel veel dingen wat ik graag wil. En zakelijk... Wat wil je allemaal dan, op persoonlijk vlak? Nou ja, mezelf ontwikkelen en meer tijd voor mezelf. En wat paardrijden? Ja, paardrijden. En met je vriendje zijn? Ja, ook. Ja. Maar op zakelijk vlak wil ik wel...
Wat ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan is heel erg op gevoel en intuïtie. En ik heb wel het gevoel van, nou, ik heb nu die ervaring in deze industrie. Ik wil misschien me wat meer ontwikkelen op een ander, in een ander segment of in een ander vakgebied of meer als manager. Dus ik heb wel zoiets dat ik mezelf wel wil blijven ontwikkelen. Aha, wel in de muziekindustrie? Ja, dat maar het kan ook een andere industrie. Ik vind bijvoorbeeld sport heel leuk. En dat ligt best wel, dat gaat best wel hand in hand. Maar dat sporters moeten ook natuurlijk presteren. En op de een of andere manier is dat iets wat me altijd heeft aangetrokken. Terwijl bij artiesten, die staan natuurlijk continu onder druk. En als je dus onderdeel van zo'n team bent, dan moet je ook onder druk eigenlijk presteren. Performen, ja. Ja, want ook paardrijden heb je aardig niveau. Ja. Je bent niet zomaar hobbypaardmeisje, toch? Nee, nou, voorheen wel. Tot mijn 12e, 13e was ik gewoon ponymeisje. Maar sinds mijn 14e, totdat ik ging studeren, heb ik op hoog niveau in die tijd ook gereden. En ik ben het 7, 8 jaar geleden heb ik het weer opgepakt. Dus ik fok paarden samen met mijn vader. Ze hebben nu een stuk of 9. En ik rij nu 3 paarden, ook wedstrijden, ook internationaal. Als ik er tijd voor heb. De afgelopen zomer was redelijk hectisch. Ja. Maar ik kan niet zonder nog. Heel benieuwd wat je de komende jaren allemaal gaat doen. Media Nanny gaat de sportwereld in. We zullen het zien. Ja. We gaan je de gaten houden. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering op 7D-TV. Vond je het een leuk gesprek? Dan abonneer je op ons kanaal. Kun je nog veel meer kijken. Voor nu, dankjewel. Hoi.